nummer 85. Dit is even een feesten en vage gasten vlog. En ik zit hier even mijn toetje te eten. Dat heb ik gekregen van de begeleider. Ik moet vaker toetjes eten. En ik moet sowieso vaker eten, want ik moet aankomen. Oh, het is wel leuk. Dat kan ik wel even laten zien in een video. Ja, het is wel leuk voor een nieuwe video. Ja, wel leuk voor een nieuwe vlog. En ik wil even zeggen, ik word nooit uitgenodigd voor exclusieve feesten en evenementen. Want ik wil vaker worden uitgenodigd voor exclusieve feesten en evenementen. Want je wordt alleen uitgenodigd voor evenementen en feesten als je YouTube-partner bent. En aangezien ik dat nog niet ben, lijkt het me wel vet om vaak uitgenodigd te worden voor feesten, voor exclusieve feesten en evenementen. Dus als er nog een feest is, meld je dan even snel, want dat lijkt me heel vet. Want dan hoef je bijna nooit te betalen en dan ga je overal heen naar discotheeks en naar restaurants en andere dingen. En dan word je in de wacht gelegd en helemaal verzorgd en zo. Alles wordt dan voor je gedaan. Dus als je nog een feestje weet of je organiseert een feest, laat het dan even snel weten. Want er is ook een site, het heet huisfeest.nl. Dan kun je een huisfeest opzetten. Als je een feest in je huis hebt, kun je dat op die site zetten. Of je kan reageren op een huisfeest. Want ik wil ook meer nieuwe vrienden ontdekken of meer nieuwe vrienden maken. Maar ik wil dit even zeggen, pas op voor vage gasten, want ik heb een tijd geleden, ik ken ze al een tijdje, maar het zijn ook een paar vage gasten en die gaan dan heel rare dingen over je zeggen. Zoals dan gaan ze zeggen dat je lelijk bent en bla bla bla, andere dingen en zo, schelden en zo. Maar er zijn ook goede vage gasten. Want met internet weet je het tegenwoordig maar nooit. Dus pas op voor vage gasten. Maar ik heb ook een paar goede vage gasten. Die ken ik van de YouTube Gathering. En die zijn ook raar, maar die zijn niet zo raar als die andere vage gasten. Dus dat valt op zich wel mee. Dus een waarschuwing, pas op voor vage gasten. Als je ze tegenkomt op internet, negeer ze gewoon of blokkeer ze. En op Facebook zijn ook veel evenementen van mensen die feesten organiseren of evenement organiseren. Ik heb het zelf ook een keer gedaan met Project X, maar dat pakte niet goed uit. Er stond de politie voor mijn deur en bla bla bla. Dat verhaal ga ik nu niet vertellen. Dat verhaal kennen de meesten wel, dus. Dus dat, en straks komen er nog meer video's. Ik denk dat ik zo ook even naar buiten ga en dan buiten ga vloggen. En er komt straks ook een jasvlog, want ik heb een nieuwe jas gekregen van mijn vader. En hij zou vandaag komen, maar is niet gekomen. Hij heeft ook niet gebeld. Want hij heeft een video gemaakt van zijn muziekbandgroep. Hij maakt elke vrijdag muziek in een muziekruimte.
bij hem in de buurt. En dat wil hij op YouTube zetten en hij weet niet hoe dat moet. En ik weet dat wel. Hij heeft het gefilmd met zijn videocamera. Dus dan vroeg hij of ik dat op was zetten. En hij was zo snel mogelijk opzetten, want hij wou beroemd worden. Tenminste, dat zei hij als grapje. Maar goed, dat ga ik dus doen van de week. En wat ik net al zei, er komen zo nog meer video's. En ik zit hier even lekker mijn toetje te eten met slagroom. Chocolademousse met slagroom. En dat is hartstikke lekker. En het is hier rustig. Er is bijna niemand thuis. De andere bewoners, de meiden, die zijn naar fitness zoals elke maandag. En mijn chickie is ook mee, want die gaat ook elke maandag naar fitness. En die zie ik straks wel als ze terugkomt. Maar ja. Maar daar ga ik niet op wachten. Tenminste, na niet op wachten, dat zie ik vanzelf wel. Ik ga ondertussen wel andere dingen doen. Zoals meer video's maken. Ja, meer video's, maar dat zei ik net al. Sorry daarvoor, ik val in herhaling. En hier ga ik nog even mijn toetje opeten. Lekker chocolademousse. En vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. En mijn video's te delen via social media. En dan check ik jullie later. Check mijn toetje, check jullie later.